Het is midden in de nacht op het musicalkamp. Iedereen slaapt. Behalve Bella. Want die heeft een plannetje. Gevallen. Ik denk dat ik weer aan het slaapwandelen was. Hey, gaat het een beetje, schat? Wat, doe je dit thuis wel vaker? Nee, ik denk dat ik het alleen maar heb wanneer ik met andere mensen op een kamer slaap. Nou, misschien is het dan toch maar beter als jij in je eentje op een kamer ligt. Ja, dat denk ik ook. Kom, we gaan een kopje thee drinken. Oeh, gaat het? Ja, goed zo. Dit is groep 8 van basisschool De Wegwijzer uit Vierigzee. De klas gaat op musicalkamp om hun eindmusical in te studeren en krijgt erbij hulp van professionals uit het musicalvak. Dit is de eindmusical. Een nieuwe dag op het musicalkamp. Bella heeft heerlijk geslapen op haar eigen kamer en is helemaal klaar voor de repetitie. Goedemorgen Bella. Lekker geslapen? Ja, ik heb van de juf een eigen slaapkamer gekregen omdat ik weer aan het slaapwandelen was. Ik heb zelfs mijn voet bezeerd. Oh, kun jij nog wel dansen dan? Ja, ja. Ik voel het al bijna niet meer. Ze zijn bijna al helemaal weg. Maar vind je dat dan niet heel ongezellig? Zo helemaal alleen op een kamer? Ja. Ik zie iedereen toch overdag? Ja, dat is wel zo. Maar jullie zijn zo echt een team samen. Dan ben je toch een beetje een uitzondering. Nou, we zien je straks. Hoi, hoi. Maurice heeft al eerder gezegd dat hij me niet sociaal vindt. Straks krijg ik geen hoofdrol omdat ik alleen op een kamer lig. Dat zou echt erg zijn. I don't really understand it. And you don't want to talk about it. So where do we go now? What are we doing? I can't stand the sight. Ja, ik dacht, misschien ben ik wel niet meer verliefd op Joël als ik de foto weggooi. Hey, kom je mee ontbijten? Ja, kom eraan. Oké, kom. Ik wilde de foto onderop verstoppen, maar nu ligt hij bovenop, zodat iedereen hem kon zien. Misschien stuurt de juf haar straks naar huis. Ik ben echt klaar met de foto's. Er stond er vanochtend weer eentje van mij op TikTok. Ik ga precies 0 vrienden maken nu iedereen denkt dat ik die slaapfoto's heb gemaakt. En in die musical heb ik ook geen zin meer. Goedemorgen, goedemorgen. Nou, tot zo. Wat ga je doen? Ga je poepen? Niks belangrijks. Ik ben zo terug. Het voelt alsof Joël me de hele tijd bij Job probeert te dumpen. Het is me nog niet gelukt om Elin en Job verliefd op elkaar te laten worden. Maar hoe doe je dat eigenlijk? Hé, meis. Waarom zit je hier zo alleen? Ik geloof er helemaal niks van dat jij die foto's hebt gemaakt. Laat je niet gek maken, hè? Iedereen denkt toch al dat ik het heb gedaan. Maar heb je al met de juf gesproken? Straks. Goed zo. Hé, hey, kop op. Maurice en Caroline vinden Jade vet zielig. Dus dat is een perfect moment om te laten zien hoe sociaal ik nou eigenlijk ben. Iedereen denkt dat zij die foto's heeft gemaakt. Hey. Echt vervelend dat ze denken dat jij die foto's hebt gemaakt. Ik denk dat niet, hoor. Gisteren zei je nog dat ik naar huis moest. Nee, gewoon. Ik bedoelde gewoon de fotograaf. Als het 100% zeker is wie dat is. De juf denkt toch al dat ik het heb gedaan. Dus waarschijnlijk word ik toch wel naar huis gestuurd. Nou, als jij de foto's niet hebt gemaakt, dan moet je dat gewoon bewijzen. Hoe dan? Ja, weet ik veel. Jij bent toch zo slim? Maar je moet echt niet zomaar opgeven, hoor. Zo, iedereen kan zien dat ik echt wel aardig kan doen. Walking in circles, I know you've done the same. I've had my heart broken, but I've never been a freak. Nee, gaat het een beetje? Nee, niet echt. Ik ben bang dat de juf me straks naar huis stuurt. Vanochtend zat ik nog te denken om zelf naar huis te gaan. Maar dat lijkt net alsof ik toegeef dat ik het was. Ja.
Ik voel me echt vet schuldig over dat ik die foto's in Jade haar tas heb gedaan. Toen ik nog vrienden wilde worden met Elin, Job en Joël, wou ik echt niet met Dex praten, want zij vinden hem een loser. Maar vrienden kan ik nu wel vergeten, dus nu maakt niks meer uit. Bella zegt dat ik een manier moet verzinnen om te bewijzen dat ik die foto's niet heb gemaakt. Maar ik heb echt geen idee hoe ik dat moet doen. Hier, weet je. Kijk. Vanochtend was er een foto gepost van Elin op TikTok. Maar kijk, als je goed inzoomt, dan ben jij dat toch? Dat moet bewijzen dat jij het niet gedaan hebt. Want ik bedoel, je kan niet de foto maken en er zelf ook in zitten. Tot nu toe stond ik steeds niet op die foto's. Waardoor het alleen maar leek alsof ik die foto's heb gemaakt. Het is maar goed dat ik met Dex ging praten. Wow. Dank je. Kijk, ik sta op een foto, dus ik kan het niet zijn. Hè? Dat is Elin. Nee, maar als je inzoomt, dan sta ik op de achtergrond. Ah, ik wist wel dat jij het niet was. Wat goed dat je dit gevonden hebt. Ja, ik vond het ook al een beetje vreemd, ja, dat we die foto's bij jou in je tas vonden. Maar dat betekent dat de fotograaf die foto's in jouw tas heeft gestopt. Ja, en dan vind ik het wel een heel naar idee dat dus iemand 's nachts hier door het huis rondloopt. Ja, dat snap ik. Maar gelukkig gingen er vanmorgen geen nieuwe foto's aan de muur. Hopelijk is dit gedoe eindelijk voorbij. Dus hoef ik niet naar huis? Och nee, schat, natuurlijk niet. Nee, we gaan lekker door met repeteren. Absoluut. We zien eigenlijk elk jaar wel dat er ook allerlei andere dingen spelen op zo'n kamp, hè? Ja, maar dit jaar is het wel extreem. We moeten echt keihard aan het werk, ja, om op tijd klaar te zijn met de musical. De klas gaat weer repeteren voor een eindmusical. Vooral Jader heeft er zin in, want de juf gaat de klas eerst wat vertellen. Nou, het is in ieder geval duidelijk nu dat Jade niet de fotograaf is. En ik hoop dat de stiekeme fotograaf zich ook zelf bij ons komt melden en stopt met die foto's. Geloven jullie het? Nou, ik niet. Nee. Nou jongens, we zijn nu al genoeg van onze kostbare tijd verloren. Dus laten we aan de slag gaan. Dames, komen jullie allemaal naar voren. Kom hier. Wel heel toevallig dat ze zichzelf net in de achtergrond ziet. Ja, maar als het Jade niet was, wie was het dan? Misschien heeft Jade zichzelf al gewoon in die foto geplakt. Hebben ze allemaal nou zo'n hekel aan me dat ze gewoon willen dat ik die foto's heb gemaakt? Tja, of ze heeft haar telefoon ergens opgezet en is ze... Ja, is het klaar met dat geroddel? Ik wil dat het stopt. Lopen. Kom, we gaan repeteren. Ja, dames, ik wil heel graag Have My Heart van jullie horen. Oké? Ga je gang. Op voor mijn fantasie zet jij aan. Ik heb de foto's van Joël allemaal weggegooid, maar Joël is er nog wel. En die is eigenlijk nogal veel leuker dan de foto's. Normaal hou ik van appen, dat vind ik dan het fijnst. Maar ik wil jou liever zien, liever in real life. Ja, ik wil... Jul, als je de tekst niet kent, zing dan niet mee. Rustig, Bella. Het kan gebeuren, hè, dat iemand even de tekst kwijtraakt. De kunst is dan dat de rest haar helpt om weer mee te komen. Ja, zonder dat het te veel opvalt natuurlijk. Oké? We doen het meteen nog een keer. Waarom flap ik ook zomaar alles uit? Ik moet gewoon iets verzinnen om Maurice te overtuigen dat ik wel sociaal ben. Ik ga mijn ouders bellen. Ze moeten me echt komen ophalen. Als niemand mij toch gelooft, kan ik beter naar huis gaan. Daar heb ik tenminste nog mijn vrienden uit mijn oude klas. Zo extra met mij repeteren in mijn slaapkamer. Daar kan ook niemand ons storen met dat fotogedoe en zo. Wil je dan misschien magic oefenen? Ja hoor. Bella is echt het populairste meisje van de klas. En zij wil met mij repeteren. Ik denk niet dat het Jade was. Het is wel heel toevallig dat er net nu een foto is geplaatst waar zij ook vaag op staat. Ja, misschien heeft de fotograaf dat wel gewoon gedaan om haar te helpen. Oh ja, want degene die de foto's heeft gemaakt is zo aardig zeker. Kan je één keer in je leven stilzitten? Nou, het is dat er zoveel lelijke foto's van jou tussen zaten. Anders dan zou ik denken dat jij die foto's hebt gemaakt. Nee, jij staat er lekker op, wil je zeggen. Het idee was dus dat Elin en Job verliefd op elkaar ging worden. Maar eigenlijk maakt ze de hele tijd ruzie. Juw, komen jullie bij ons zitten? Wie denken jullie dat de foto's heeft gemaakt? Ik weet het eigenlijk niet. Ik denk niet dat het Jade is. Nee. Misschien Dex of zo. Ik denk wel dat het een van de meiden is. Ik vond namelijk vandaag een foto van Joël in de prullenbak op jullie kamer. Jul had die foto van Joël toch al een paar dagen geleden weggegooid? Echt vet raar. Van mij? Ja, van jou. Al ben je nog steeds een duimzuiger. Ik vind het echt niet cool dat Jul nu weet dat ik met mijn duim in mijn mond sla.
met in mijn body. I'm gonna follow my dream. Ga voor magic, die magic, die magic. Of je nu wint, verliest je, weet je better. Ik probeer Jade de ruimte te geven, maar dan moet ze niet opeens heel zacht gaan zingen. Volgens mij moet je dat stukje alleen zingen. Ik denk echt dat je dat heel erg goed kan. Ik doe het liever samen. Hoezo? In de repetitiezaal doe je het ook af en toe alleen. Ik denk dat ik het minder eng vind om voor veel mensen te zingen dan alleen voor jou. Ben ik zo eng dan? Nee, nou, jij bent populair en zo en ik heb helemaal geen vrienden. Eigenlijk heb ik geen echte vrienden in de klas. Zouden ze me allemaal eng vinden, net als Jade? Ik heb het gevoel alsof iedereen mij ziet als een klein kind die een klas heeft overgeslagen. Tuurlijk niet. Ik ben toch al het hele jaar alleen en misschien ben ik ook wel een klein kind. Iedereen is al met verkering bezig en zo en ik helemaal niet. Maar ik heb toch ook geen verkering? Niet meer, nee. Maar sowieso dat alle jongens verkering met jou willen. Nou, ik niet met hun. Eeuw, stel je voor mijn deks. Oké, zullen we verder? Ja. Oké. We doen het all the way. Ik had er niet echt over nagedacht hoe moeilijk het nou voor Jade was om een klas over te slaan. Bij een kamp hoort natuurlijk een kampvuur. Iedereen zit om het vuur heen terwijl de juf een spannend verhaal vertelt. Of nou ja, spannend. En toen kwam er een spook achter een deur vandaan. Nee, hij kwam uit een kast. Ja, hij kwam uit een kast en alle leerlingen die renden door de deur. En Joep die draait zich om en die vraagt aan alle andere jongens, waar is Pimmetje? En het spook rent op Joep af. En Joep die springt weer bovenop het spook. Is het gewoon Pimmetje? Onder een laken. Ja, hey, het was helemaal geen spook. Saai. Oké. Dex, kan jij het beter? Nou, ik was dus het laatste stukje lopen. Toen jullie zo hysterisch deden dat ik weg was. En ik kwam op een soort open plek. Nou, ik vond het wel vet, dus ik ging even kijken. Maar kon ik niks zien. Zo donker was het. Waarom zou je dat doen? Dat is echt precies het moment in horrorfilms dat je denkt, doe het niet. Ik hoorde een uil. Echt zo. Oehoe. Eigenlijk wilde ik liever naar bed dan naar het verhaal van Dex luisteren. Maar ja, iedereen vindt me al een baby en dan natuurlijk al helemaal. Ik zag een aantal foto's. Alleen het gekke was dat op alle foto's het hoofd van een klein meisje was uitgeknipt. Ik hoorde de blaadjes in de struiken ritselen. Ik zag een soort schim, dacht ik. Toen hoorde ik een soort gehuil van een klein meisje. Echt zo. Toen even later, toen zag ik een klein meisje. In een soort oud nachthemd van zo'n 100 jaar geleden. Ze slaapwandelde. Ze huilde zachtjes. Ik wist niet hoe snel ik weg moest rennen. Ik heb wel eens gelezen dat geesten van kinderen 's nachts het lichaam van iemand anders overnemen. Waardoor ze gaan slaapwandelen. Lekker dan. Straks denkt iedereen dat ik behekst ben. Voor het eerst luistert iedereen naar mij, zonder dat ze me belachelijk maken. Dat voelt echt chill. Goed. Dex, prachtig verhaal, maar gelukkig wel helemaal verzonnen. Yeah, oké, sure. Wie heeft er zin in een marshmallow? Schrok je ervan? Ja. You can hear it in the silence, silence, you. Best lekker uit, zo na mijn spookverhaal bij het kampvuur. Weer een slaapwandelend meisje op de foto. Betrapt!
Hoezo? Ik weet al lang dat jij die slaapfoto's hebt gemaakt. Nee, onzin. Dat was ik helemaal niet. Volgende keer in de Eindmusical. Gast, je zit naar het staan. Nee man, ik ben al lang over Bella heen. Auw! Wat doet het pijn? Auw, mijn rug! Dus dan durf je ook wel op geest te jagen. Wat? Nu? Nee, natuurlijk niet. Daar is niks aan. Vanavond, om 12:00 's nachts.